Vandaag leven met Feyenoord geen top 12. We gaan het namelijk hebben over transfers. Nicky, welkom. Ja, ik ben er weer. Dankjewel, Sven. Een tijdje geleden. Het nieuwe studio, dus ook welkom in onze nieuwe studio. We hebben het er vorige week nog niet echt over gehad. Het is mooi geworden. Het is een stuk beter, ja iets meer ruimte ook. Iets meer ruimte dan de vorige studio. We kunnen tenminste er normaal rondlopen nu. Ja. Normaal hebben we natuurlijk top 12 lijstjes en dan gaat het vooral over de randzaken bij Feyenoord. Maar we willen het vandaag een keertje over, echt over iets van voetbal gaan hebben. En aangezien Alwin en ik eigenlijk daar niet echt verstand van hebben, ben jij er vandaag. Dus we gaan het over transfers hebben. Over transfergeruchten, nieuwe spelers, spelers die vertrokken zijn. En over hoe Feyenoord er misschien volgend jaar een beetje uitziet. Precies. Rotterdam, echt wel. Nou, om maar gelijk te beginnen, Mark Diemers. Ja, Mark Diemers, ja. Ja, heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg sceptisch over zijn komst. Nou ja, snap ik dat ook wel ergens. Ik bedoel, spelen van Fortuna Sittard stelt natuurlijk niet heel veel voor. Ja. Maar aan de andere kant, je hoeft niet 20 basisspelers te hebben, weet je wel. Je moet ook spelers hebben die, als Toornstra een keer geblesseerd raakt, of als Kökçü een keer geblesseerd raakt, die even een half uurtje kunnen invallen, weet je wel. Die heb je ook nodig. En ik zeg niet dat het een speler wordt die Feyenoord even gaat dragen, want dat wordt het denk ik niet. Maar ik denk dat hij gewoon een goede versterking is voor in lekker in te vallen, af en toe een bekerpotje te spelen, dat soort dingen. Denk jij dat hij een 1-0 achterstand heeft door zijn uitspraken over die andere club? Ja. Ik vind dat zo, ja, weet je wel, iedereen zegt domme dingen. Weet je, kan je die jongen nou echt kwalijk nemen? Want ik heb niet echt het gevoel dat hij nou echt een ras Ajaxiet was of zo. Dat heb ik nou niet het gevoel bij hem. Nee. En ja, weet je, zo'n jongen krijgt de kans van zijn leven bij Feyenoord. En ik denk niet dat hij minder zijn best gaat doen, al zou die voor Ajax zijn, weet je wel. En natuurlijk is het niet slim om te zeggen, maar weet je, ik beoordeel die jongen lekker op zijn voetbalkwaliteiten. En niet op zo'n uitspraak in, weet ik veel, schubbekut TV of zo, wat dat ook is. Dan hebben we een hoop spelers die nog op dit moment eigenlijk in de wacht staan. Denk aan een Bottelgien en een Ver. Die hebben nog een contract voor een paar dagen eigenlijk. Ja, het is natuurlijk wel, ook bijvoorbeeld voor Ver, ze hadden een optie om gewoon nog een jaar te verlengen zelf. Maar ja, weet je, in deze tijd is het natuurlijk niet makkelijk dat je weer even een salaris van €1 miljoen uitdeelt. Dat is gewoon niet te doen op dit moment voor Feyenoord. Ja, ik snap ook wel dat die jongens denken van, als ze opeens een bod van 2,5 ton minder krijgen, dat je toch even denkt van, laat ik toch even kijken wat er nog meer is. Maar ja, Feyenoord kan ook niet veel meer doen, maar ik denk dat ze nog wel blijven. Ik denk zeker Fer, want als je heel die jaar hoort hoe blij die was en hoe tevreden die was. En... Ja, Fer die wil echt blijven. Bottegien daarentegen wil waarschijnlijk ook wel blijven, maar ik weet niet of Feyenoord hem nog zou willen voor een jaar. Ja, het is, weet je, het is niet een, hij is betrouwbaar, maar ja, als je echt voor de huid wil, denk ik, moet je toch wel een keer even aan wat anders gaan denken. Want ja, hij is, hoe oud is hij nu? 32, 33? 32 jaar. Ja, dan begint het toch wel een beetje. En hij was al niet de snelste in deze hoogtijdagen, dus ja, het begint nu wel een beetje tijd te worden. Zou het speler zijn die een jaar op de bank kan zitten en invalt wanneer het nodig is? Wat je net ook zegt over een Diemers, dus gewoon voor in de breedte houden. Bottegien? Ja. Nou, ik denk wel, als jij 1 of voor staat en je hebt nog even een rots nodig achterin die alle lange ballen eruit pompt, dat je Bottegien wel best kan gebruiken daarvoor, ja. Waar natuurlijk heel veel over gesproken wordt is Kökçü. Ja. Heeft nog een contract tot 2023. Dus voorlopig zit hij er nog wel eventjes. Ja, maar het probleem is natuurlijk wel dat zo'n jongen nog gewoon een jeugdsalaris verdient. En zolang hij dat verdient, kan hij natuurlijk gewoon zeggen, ja, weet je, ik verdien hier niks. Ik heb een contract van niks. Ik wil elders mijn geluk beproeven. Ja. Maar ja, als je die zaakwaarnemer hoort en hij zelf, weet je, hij wil wel gewoon zelf blijven. Maar ja, ik snap ook wel wat hij zegt. Want kijk, tuurlijk, het gaat niet per se om geld. Maar ja, hoe jij gewaardeerd wordt in een elftal is toch uiteindelijk uitgedrukt in geld. Ja. Dus dan snap ik wel dat als jij een aanbod krijgt dat lager is dan van Liam Kelly, ja, dan zou ik ook nog wel even 2 keer nadenken. Goed dat je over begint, Liam Kelly. Ja, Liam Kelly, die heeft nog een contract tot 2022. Oxford wilde hem overnemen, stond laatst als gerucht op F12. Nou, ja, ik denk dat het beste is als hij zo snel mogelijk vertrekt. Want ik denk dat er weinig toekomst is voor Kelly bij Feyenoord. Ja, ik vond het wel leuk hoe Dick Advocaat dan iedereen weer tevreden kan houden. Dat hij kwam, volgens mij, dat die uitgeleend werden. Dat hij tegen hem zei, of in een interview zei van, hij was helemaal zo slecht zo niet. Hij paste gewoon niet in het systeem. Of, ja, dat zegt wel genoeg. Hij had eigenlijk helemaal niks te zoeken bij Feyenoord, natuurlijk nooit. Hij heeft 1 wedstrijd gespeeld geloof ik tegen Utrecht. Nou, dat was niet geweldig, kan ik wel zeggen. Ja, zo'n jongen, ja, sneu, weet je. Die jongen probeert ook natuurlijk alleen maar zijn best te doen. Hij kan er niks aan doen. Nee, hij is gewoon niet goed genoeg. Nee. Ja, dat is sneu. Maar ja, ik heb bij Oxford, heeft hij ook, zat ik ook een beetje te kijken, zat hij ook elke wedstrijd op de bank. Klopt, soms niet eens bij de selectie. Nee, ja, precies. Dus, en dan kan je zeggen, hij is niet fit. Maar ja, hij heeft toch bij Feyenoord gewoon normaal meegetraind, zou je toch zeggen. Als je een beetje je kansen wil hebben, train je toch hard mee. Maar nou, blijkbaar niet. En ja, als hij daar zijn geluk kan beproeven, dan moet hij dat doen. Luciano Narsingh, nog een contract voor een jaar? Dat is wel een grote fout geweest. Hè? Ja? Ja, zo'n jongen verdient 1,4 miljoen bij Feyenoord. Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld? Nou, niet veel. Hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt? Hij heeft nog best wel een paar belangrijke doelpunten. Ja, Fortuna was een hele belangrijke goal. Dat was een hele belangrijke goal, ja. Oh. Maar ja, dat doet er niet toe. Het is een kutspeler. Maakt niet uit. Ja, was het een paniekaankoop? Ja, het was wel een paniekaankoop. Ja, weet je, Jaap Stam kwam er ook wel achter dat de selectie niet goed genoeg was. En dan kom je met name natuurlijk transfervrije spelers. Ja, wie gaan we halen? En dan komt waarschijnlijk, dan moet je beseffen dat er nog een lijstje achteraan kwam die nog slechter waren dan Narsingh. Dus ja, en dan krijg je Narsingh. Ja, doe maar. 2 spelers van wie het huurcontract afloopt. Usherkoop en IE. Beide gehuurd van Turkse clubs. Ja, ik denk dat IE moest toen gehuurd worden. Omdat die club had te veel spelers en van Trabzonspor. En ja, op zich, ja, IE is een beetje gek verdediger. Want hij kan niet zo goed verdedigen. Maar ja, op zich, als hij zich goed kan schikken in zijn rol. En hij vindt het leuk bij Feyenoord. Dan heeft het naar zijn zin. En hij kost niet zoveel. Ja, voor mij mag hij best nog een jaar blijven hoor. Als hij inviel, hij deed nooit... In het begin deed hij het heel goed, weet je, iedereen was helemaal gek van hem. Ja, moet je ook nagaan als je aan de bal kwam, werd hoe slecht het was. Ja. Dat was natuurlijk ook wel slecht, hè? Dan val je op zich al snel op. Usherkoop? Nee, ik vind Usherkoop wel echt een hele goede speler. Ja, weet je, hij is niet voor niets. Hij heeft een opleiding bij Arsenal gespeeld. Hij is heel lang aanvoerder geweest van Beşiktaş. Dan ben je niet te gek, daar kan je er wel van. En volgens mij heeft hij het heel erg naar zijn zin bij Feyenoord. En vindt hij het heel erg leuk hier in Rotterdam. Dus ja, ik hoop dat hij nog een jaar kan blijven. Zijn salaris is natuurlijk wel een probleem. Want die verdient gewoon, denk ik, 3-4 miljoen of zo bij Beşiktaş. Maar ik vind hem wel een beetje een type El Amadi, weet je wel. Die gewoon fel, weet je wel, hard op de bal. En hij kan daarbij ook gewoon heel goed voetballen. Dat zag je ook tegen Emmen toen. Hij was gelijk, iedereen gaf hem de bal. Hij was altijd aanspeelbaar. Iedereen zocht hem op. Hij nam de vrije trappen, de corners gelijk. Ja. Hij heeft uiteindelijk maar 3 wedstrijden gespeeld volgens mij bij Feyenoord. Zoiets? 3 of 4? Emmen, Heerenveen en Utrecht Beker, geloof ik. En hij heeft het wel prima gedaan in die... Hey, we zijn even aan het opnemen, Ed. Dag hoor. Hey, bedankt. Een aantal spelers hebben we natuurlijk definitief afscheid van genomen. En Tapia, contract afgelopen. Van de Heide hetzelfde, ook contract afgelopen. Tapia. 4,5 jaar bij ons gespeeld. Ja, hij heeft niet zoveel gespeeld. Nee. Hij heeft wel 50 wedstrijden. Zoiets. Ja, 4,5 jaar. 4,5 jaar is het niet 10 wedstrijden per jaar. Ja. Ja, hij heeft het 1 jaar wel aardig gedaan toen in de Champions League. Toen hij centraal achterin stond. Toen deed hij het wel aardig. Maar... En het was een hele aardige gozer volgens mij. Altijd als... Met Senesi en zo, en Sinistera die erbij kwamen. Ja, weet je, die konden gelijk goed met hem opschieten. En hij heeft ze geholpen in Nederland waarschijnlijk. Ja, dat is wel fijn, maar verder van zijn voetbalkwaliteiten moest hij het niet hebben. Hij heeft nog geen nieuwe club. Die is waarschijnlijk nog aan het zoeken naar iets nieuws. Er waren geruchten vanuit Schotland. Ja, Schotland, of Rusland, Spanje, van alles. En Schotland volgens mij wel het meest nu. Maar hij is natuurlijk wel redelijk heel erg sterk en weet je... Hij is wel een beest, dus ik denk dat op zich kan hij daar wel, als hij op middenveld en een beetje gewoon iedereen een beetje neerschoppen. Want ik weet nog wel dat af en toe, dan zag je hem ergens naartoe rennen en dan zag je die speler al kijken van, ik ga echt niet tegenin. Ja, hij is gek. Ja, het is een Zuid-Amerikaan, hè? Die kon je gewoon door midden schoppen, die gozer. Ik hoorde ook wel eens van Casper van Eyck van Feyenoord, die zei als die Tapia zijn shirt uitdeed, dacht je dat er een K1 fighter voor je neus stond. Dat was een monster is dat. Ja. Helemaal afgetraind. Ja, bizar. En een 53-voudig international van Peru. Waar hij het altijd wel redelijk heeft gedaan. Altijd een basisplaats. Daarbij Peru. Daar kan ik ook nog als linksbuiten opgesteld worden. Niet overdrijven. Maar je speelt wel tegen Argentinië en Brazilië. Speel je dan 6 keer in een jaar. Ja, dat wel. Een andere speler die is vertrokken. Heeft niet zo heel veel in de hoofdmacht bij Feyenoord gespeeld. Touré. Ja, Touré. Ja. Die jongen was megatalent. Talent wat het moest gaan doen. En is het uiteindelijk niet geworden. Dat is natuurlijk niet alleen zijn schuld. Ja, het is zijn schuld. Hij is heel veel geblesseerd geweest. Dat is heel sneu voor die jongen. Maar ja, op een gegeven moment moet je als Feyenoord zijn ook... weet je wel, hij zat dit jaar bij de onder 19 op de bank zelfs vaak volgens mij. Ja, Dan is het op een gegeven moment ook wel gewoon op. Ja, dan is hij 5 jaar in onder 19 gevoetbald, geloof ik. Ja, en nu kan die jongen naar PSV, dan kan hij leuk, weet je, hij kan de keukenkampioen-divisie spelen, hij heeft de faciliteit van de grote club, weet je. Ik snap wel dat hij die stap maakt, dat is logisch natuurlijk. 100%, ja. Ik, als ik in zijn schoen had gestaan, had ik hetzelfde gedaan. Zij net dat hem in principe wel willen houden, maar hij kwam met zijn zaakwaarnemer, kwamen ze niet uit. Waarschijnlijk wilde zij een... Hij zei dat het toekomstperspectief ontbrak bij Feyenoord. Dat geloof ik best. Feyenoord had waarschijnlijk zoiets van, je mag blijven voor weinig geld. Dat hij voor jong Feyenoord op de bank gezeten, ja. Karsdorp, ook vertrokken. Die heeft het natuurlijk het afgelopen seizoen niet heel goed bij ons gedaan. Ik had nou niet echt het idee dat je een verdediger van AS Roma had. Was totaal niet meer de Karsdorp die wij natuurlijk ooit hadden tijdens het kampioensjaar. Hij was niet die Karsdorp meer die maar bleef gaan en gaan. En hij geeft altijd goede voorzetten, goede ballen. Hij was belangrijk in het kampioensjaar, echt. Maar ja, het was echt geen schimmer van wat hij toen was. Nee. Nou ja, kan ik het ook wel snappen als je je kruisband gescheurd hebt en 2 jaar niet gespeeld hebt. Ja. Maar het was, hij was ook elke keer na 60 minuten zag je dat hij gewoon klaar was. Was hij helemaal op. Ja, dat is natuurlijk niet goed, maar... Ja, het is best wel sneu voor die jongen als je kijkt. En hij kwam op een gegeven moment ook op de bank te zitten. Ja, op een gegeven moment was hij gewoon een tweede keus. Omdat weet je, als Dick Advocaat, dat is toch wel een strenge trainer, weet je wel. Die toch wel zijn ding, zijn macht wil hebben over een team. Ja, en als je dan tegen Karsdorp zegt, jij blijft achterin staan. En je loopt 35 keer als rechtsbuiten. Nou, dat vind Dick niet zo leuk. En Geertruida deed dat niet. Die doet wel gewoon zijn taak. Ja, die blijft van achterin staan. Ja. En toen heeft Dick gezegd, buiten dat die Karsdorp volgens mij ook best wel een vervelend mannetje vond, heeft Dick gewoon gezegd, ja weet je, hij doet zijn taak, hij blijft lekker staan. En Feyenoord heeft toen ook alles gewonnen, dus heb je dan reden om eruit te halen. Feyenoord kon Karsdorp overnemen voor 8 miljoen van AS Roma. Ja, goede deal. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Als we failliet willen dan. Ja. Kunnen we het doen. Ik heb Seko Cissé hebben ze ook ooit voor 3,5 miljoen gekocht, geloof ik. Dat weten we, ja. Toen ging ik nog net niet failliet, dus. Dan gaan we nu even naar de geruchten. Wat er al een tijdje sprake van is Joey Veerman. Daar is een tijdje sprake van geweest. Joey Veerman, ja. Ik denk niet dat die gaat komen. Want volgens mij rekent Heerenveen de hoofdprijs. Die denkt, we hebben een speler die een enorm talent is. Die kunnen we wel voor 8, 9, 10 miljoen gaan verkopen. Ja, sinds Heerenveen die Vlap toen vorig jaar was maar voor 10 miljoen heb gekocht, denken ze dat ze een topclub zijn, dat ze alles voor dat we de dag kunnen verkopen. Ja, zeker in deze tijd kan je niet 10 miljoen voor Joey Veerman vragen. Die vorig jaar nog bij Volendam speelde. En ik denk als het aan Joey Veerman ligt en als het aan Feyenoord ligt, dat ze hem heel graag zouden willen hebben. En ook hij zelf, dat spreekt hij ook gewoon uit, dat hij heel graag Feyenoord zou willen voetballen. Want volgens mij als Pietje of Jantje hem een bericht op Instagram stuurt dat hij naar Feyenoord moet komen, zegt hij, ja dat wil ik ook, weet je wel. Jij hebt hem ook... ik stuurde hem ook een berichtje, toen antwoordde hij ook, heel aardig gozer. Maar ja, ik denk dat hij voor Feyenoord op dit moment gewoon niet te betalen is. Nee. Weet je, 5, 4... Al is het maar 5 of 6 miljoen, dat kunnen wij op dit moment gewoon even niet aftikken. Zeker in deze tijd niet. En zeker omdat Kökçü niet weg lijkt te gaan en bij gaat tekenen. Dan is er geen reden dat Feyenoord opeens 5 of 6 miljoen beschikbaar zou hebben. Andere speler waarvan de geruchten zijn dat Feyenoord geïnteresseerd is, Dennis Giamfi. Ik kende hem niet. Ik kende hem ook niet. Ik heb wel wat filmpjes gekeken online. Ja... Weet je, zo'n jongen zal niet voor niets door heel veel clubs gewild zijn. Het is een speler van Leicester City, even voor duidelijkheid. Ja, rechtsback. Van de 18, geloof ik. Ghanese. Ja, hij is wel, weet je, zo'n jongen... Bij Feyenoord krijg je natuurlijk wel, als jij goed genoeg bent, gewoon sneller de kans dan dat jij bij Leicester... Intussen al is Leicester nog wel een aardig ploeg voor jeugd. Of bij Leicester of bij een andere Engelse club, weet je wel. Dat duurt het allemaal wat langer. Heeft hij al een wedstrijd in het eerste gespeeld bij Leicester? Nee, dat nog niet. Maar zoals ik zeg, dat gebeurt daar ook minder snel, weet je. Klopt. Hier kan je op je 16 of 17e debuteren als je het heel goed doet een keer. Ja, dat doen ze daar gewoon minder. Een andere speler van Mechelen, Aster Franks. Ja, daar heb ik gehoord dat Dickie die heel graag wilde hebben. Daar heb ik ook wat dingetjes over opgezocht. Ze hebben in België zeggen ze over hem dat... Sinds Moussa Dembele dat ze nooit meer een speler hebben gezien die zo sterk is al. Want hij is nu 17 of 18 geloof ik. Die al zo sterk is zeg maar voor zijn leeftijd. Dat is echt, hij speelt volgens mij alles bij Mechelen. Ik weet niet wat hij moet kosten. Want hij is wel een heel groot talent. Speelt in alle jeugd. Hij heeft zelfs al... Ik weet niet, volgens mij is hij zelfs al international. Maar dat weet ik niet zeker. Of dat was een andere speler. Maar hij is sowieso jeugd international. Hij speelt alles daar bij Mechelen. Maar Mechelen zit wel in financiële problemen. Dus ja, misschien kan je daar dan een beetje gebruik van maken. Maar ik weet al dat het een speler was die Feyenoord heel graag wilde hebben. Maar of die betaalbaar is, dat weet ik niet. Maar het zou wel... Jij hebt natuurlijk redelijk contact met Jan Boskamp. Ja. Doet hij een beetje scouting in België voor Feyenoord? Of niet officieel natuurlijk, hij is geen officiële scout. Maar dat hij tegen Dick Advocaat of tegen andere mensen bij Feyenoord zegt van... joh, let even daar en daar op, want... Misschien is hij daar met, bij Dick Advocaat, doet hij dat misschien wel een beetje, dat weet ik niet. Maar ik weet al dat hij daar onder Marten Verheel is mee gestopt. Omdat hij had Musonda van Chelsea, was dat. Speelde nu bij Vitesse, maar was wat geblesseerd. Maar op dat moment was dat het grootste talent van de wereld ongeveer. Die was 18 geloof ik. En Feyenoord zocht nog een aanvallende middenvelder. Nou, dat was hij. Hij heeft Marten Vergeel gebeld. Martin, hier heb je de baas van Chelsea. En je kan hem gratis. Alles wordt door Chelsea geregeld. Je hoeft niks te betalen. Echt, het kost helemaal niks. En hij komt een jaar bij Feyenoord voetballen. En Marten Vergeel zei, nou, we hebben al genoeg middenvelders. En die kocht een dag later, kochten ze Gustafsson. Ja, toen heeft Jan wel gezegd van, ja, weet je, pleur nu maar lekker op. Ja, laat maar. Ik ga niks meer voor jullie uitzoeken. En sindsdien is hij daarmee gekapt. En misschien dat hij bij Dick, denk ik, omdat dat hele goede vrienden zijn, dat hij wel, misschien moet je die even kijken of die even kijken. Ja. Maar ik weet dat hij dan onder Marten Verheel is die daar mee gekapt. Toen was hij echt pissen. Want toen deed hij wel echt fijn, ging hij bij Belgisch. Ik weet nog dat hij een keer, vertelde hij ook, hij was bij een Belgische club. Weet ik veel, Anderlecht of ergens zat hij op de tribune. Marten Verheel of wie dan ook technisch directeur had gevraagd, ga je daar even op de tribune zitten? Zitten op de tribune, zitten de 4 scouts van Feyenoord tegenover hem. Weet je, dan kan je, dan moet je ook niet vragen. Daar ben je er op een gegeven moment wel snel klaar mee. Ja, daar hoef je niet te vragen ook. Dan hebben we, even heel kort, 3 jeugdspelers, 3 verdedigers, die hebben een contract getekend. Ja. Hartman, Hendricks en Valk. Het enige wat ik van Hendricks weet is dat sinds hij heeft bijgetekend dat zijn vriendin ongeveer viral ging in alle WhatsApp groepen. Ja. Die was ineens opgevallen. Ja. Dan hebben we nog een paar laatste dingetjes. Zijn er nu nog posities waar wij echt versterking moeten hebben volgens jou? Ik zou sowieso wel een linksbuiten erbij nemen, want Haps is een leuke, weet je, om even voor een paar wedstrijden was nu, maar het is geen linksbuiten natuurlijk. Nee. En Sinistera is nog wel tot het eind van het jaar geblesseerd. Dus ik zou nog wel, misschien kunnen we Sam Russell even terughuren uit China. Oh ja. Nee. Jij bent fan van Sam Russell? Nee, fan vind ik een groot woord. Ik vond het een goede voetballer. Maar nee, we moeten wel even linksbuiten halen. En ik zou ook nog steeds wel een rechtsback. Want ja, met Geertruida en Nieuwkoop word je geen kampioen, denk ik. Dat zeg jij wel, maar Nieuwkoop stond wel in de basis toen wij de kampioensstrijd speelden. Dat weet ik. Dus dat kan je niet zeggen dat je met Nieuwkoop geen kampioen wordt. Maar toen speelde die ook echt goed. Ja. Toen, na dat jaar Karsdorp werd verkocht, toen was het oké. Hij is nu de eerste rechtsback. Prima. Dat komt allemaal goed. En toen ging het helemaal mis. Ja. Toen was hij opeens van glas. Wie gaat aankomend seizoen verrassen? Wie gaat er verrassen? Nou ja, als iemand vorig jaar tegen iemand gezegd, Sinistera wordt de verrassing van het seizoen. Dan had je het niet geloofd. Dan had ik gezegd, wat heb jij even een pilletje genomen, weet je wel? Ik denk, kan je dat een verrassing noemen? Dat weet ik niet, maar ik denk dat Jurgensen, als hij fit is weer helemaal, echt, ik geloof nog steeds dat die jongen echt nog een hele goede spits is. Ja. Maar ja, dan moet je wel meer dan 10 wedstrijden achter elkaar kunnen spelen. Toevallig staat hier de volgende vraag, komt het nog goed met Jurgensen? Ik denk, zolang hij fit blijft, zeg maar, wordt het echt nog, kan hij nog voor waarde zijn van Feyenoord. Maar zoals het nu gaat, dat hij om de 5 wedstrijden weer aan zijn teen geblesseerd is. Dus moeten we een nieuwe spits nog halen? Nee. We hebben Bozeniek, toch? Ja. Ja, dat is zat. En we hebben Vente. Oh ja, die komt ook nog terug. Ja, die komt ook nog terug. Oké, nou ja, dit waren denk ik de transfergeruchten. De eerste officiële transfertalk. Ja. Dankjewel dat je er was. Ik vond het weer heel erg leuk. Ja, en ik denk dat we dit wel komende zomer nog even vol kunnen houden. Want ik denk dat we nog veel meer transfergeruchten krijgen. Over 2 maanden kunnen we zien of we gelijk hadden. Ja, oké, top. Dankjewel, Nicky. Geen probleem.